bij de vlog. Mijn naam is Deschantelie. En Deschantelie heeft mooie haartjes. Laten die mensen kijken. Dan ga draaien. Zo. Deschantelie heeft je haar mooi gekamd, hè? Hè? Zo, Deschantelie heeft een nachtje bij me geslapen. En ze wilde alweer naar huis. Ik wil naar mama gaan. Toch? Ja, toch, D? Nou, hier is ze dan bij haar moeder thuis. Hm? En dan ga ik straks weer naar mijn huis. Tot morgen dan. Kijk je zeug. Die mensen zien hoe je zeug, boy. Pura finga. Pura finga. Anders krijg je geen chocola morgen van mama. Haal die vinger weg. Haal het weg. Zo, je zit al weer. Laat me je mooie kraaltjes zien. Mooi hoor. Zullen we wiep me dan ei? Wil je rustig doen? Niet doen. Want dadelijk doe je mijn oogpijn. Niet doen. Mie bidding. En nu? En nu? Mensen, ik heb verzuimd. Ik heb verzuimd. Vandaag is volgens mij al de 6e of 7e dag dat ik mijn laatste vlog online gepost heb. Drukte met mezelf. Drukte met mezelf. Waarom kijk je me zo aan, Samsa? Tati gaat naar huis. Ga je me missen? Ja. Ik ga jou ook missen, baby Dick. Tati gaat je missen. Ga je weer met me mee dan? Ga weer naar huis. Ik wist het. Je wilt hier blijven. Je wilt gewoon hier blijven, hè? Wat doe jij? Je moet het niet trekken. Ze heeft zo'n velletje aan de lip en ze wil het trekken. En dan gaat ze straks bloeden. Dan heb je pijn, hè? Nee. Oké, nou, ik ga mijn weg weer vervolgen naar huis. Because somebody's child don't want to go home with me. Laat me de velletjes zien. Laat me zien. Hou je vinger weg. Het gaat bloeden. Oké, tante gaat naar huis. Meisje. Wat? Ik ga naar huis, ja? Zie me brazen. Mijn lieve schatje. Welkom bij een hele nieuwe dag, mensen. Ik ben in de sportschool met mijn neefje Joey. Sterk. Joey, dag me uit. Hoeveel hebben we net gedaan als laatste elektris? 60. 60? Nee, we zijn eerst maar 40 begonnen. Ja, we zijn met 40 begonnen. Daarna 60 en dan was het 80, toch? Ja, 80. Ja, 80. Ja. Hey guys, ik heb het gedaan hoor. Mijn benen zijn echt sterk. Het is gelukt. Dit is mijn derde dag van de week. Ik ben gisteren ook met Marceline geweest, mijn zus. Maar ik heb niet gevlogd. Ja, that's it. Robby gaat dit doen. Hoe je dit apparaat? Leg extensions. En ik ga naar Pro Leg Curl. We gaan starten. Dat is dit. Kunnen jullie het zien? Ik hou die camera verkeerd vast. Dit ga ik doen. Ja. Ik weet niet tot hoe lang Joey mijn hier gaat horen. Een uurtje maar dan. Let's go. Kijk mijn gezicht. Het is roze, dus mijn bloed stroomt goed. Ik ben druk bezig. Hassan Faya. Hallo. Ik dacht dat we klaar waren met sporten, maar oom Joey is nog niet klaar.
I'm gonna try. Guys, oh my god. Mensen, mijn neefje heeft gezegd dat we hier op gaan zitten. Al die tijd dat ik hier kom sporten, wist ik niet dat je gebruik kon maken van deze relaxstoelen. Ik ben benieuwd. Joey zegt dat het helpt voor je spierpijn. I'm curious. Let's go! Guys, die stoel was heerlijk hoor. Ik heb ervan genoten. Maar mijn neefje zegt dat het niks met hem heeft gedaan. Want waar hij normaal gesproken gaat, is veel beter. Ja hoor, Joey. Het heeft mij wel geholpen. We zijn nu klaar met sporten. En dan gaan we naar ons eerste huis. Dit is ons tweede huis. Joey, wat ga je doen? Wat zeg je? Wat ga je doen? Nu? Nu ga ik de AA eraan halen. En gewoon relax. Relaxen, thuis zitten. Om te kijken of ik later weer ga. Waar? Sporten? Sporten. Nog een keer. Misschien in de vooravond. Ja, lekker. Lekker bezig. Ik heb 3 dagen op zitten. Het is genoeg. Misschien, laat me kijken vandaag is. Woensdag. Even kijken. Misschien in het weekend dat ik toch nog even een dag kom trainen hoor. Ik ga kijken. Ik ga kijken hoe ik me voel. Yes. Ciao. Ready? Let's go. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Yay, baby, baby, baby. Hooray. Destiny is vandaag jarig, mijn mensen. 16 jaar, 16 februari, 16 jaar. She's young. Look at the girl. She's stunning. Alleen haar moet nog gefixt worden door oma. Yeah. Dus dat komt wel goed. But this girl is getting big though. Kijk daar eten. Look at your basket. Eet smakelijk, Destiny. Nou, mijn lieve nichtje is vandaag jarig. Guys, ik voel me echt oud worden. Echt, niet normaal. Eet smakelijk, poppetje. Later gaat ze lekker bowlen met haar vriendinnen en haar zusje. Ja, girl is getting big. Mama en tante blijven thuis. Baja, wat doen niet mee? Volgende keer gaan we mee, Marceline. Je hoeft niet te janken. Oh. Nou, wij gaan lekker eten en jullie zien straks de hele outfit. Ja. Hallo guys, de food was good. Look at the birthday girl, ze heeft een koudje, hè? Dus ze heeft even de badjas aan, zodat ze een beetje warm krijgt. Want laten die mensen je mooie nagels zien. Zo. Een beetje mooier, hè? Destiny, 16 jaar. Laat die ik oren.
wimpers zijn gedaan. Naomi Campbell. We hebben onze Naomi Campbell in huis. De Chantal is op de achtergrond. Wachten we jullie hoor, want ze wil jullie groeten. No. Wacht, daddy was de tante. Wat doe je? Ik heb die ballonnen. Oké. Kom groeten dan. Kijk, hier ben ik. Hey, hi guys. Welkom bij een nieuwe vlog. Mijn naam is Deja. Die mensen hebben je gemist. Ze genieten van je hoor. Zeg dan dankjewel dat jullie van mij genieten. Dankjewel dat jij... Dat jullie van mij genieten. Dat jullie van mij genieten. Destiny der fotohoekie. My baby is getting big. Weet je wanneer je echt altijd in je nichtjes hun leven bent. Hè? Of in neefjes en je ziet ze groot worden. I wanna cry. I wanna cry, cry, cry. 16 jaar. Des, laat me... Dat is er niet pire die video's hoor. Nee. Waarom lach je des? Ja. Wat er net gebeurd was. Deja, je ziet tranen. Ze wil alles gewoon à la minuut gedaan krijgen. Als je er zegt even wachten. Was het eten lekker? Was het eten lekker, lekker? Ja, gegeten. Wat heb je gegeten, meisje? Vertel de kijkers. Ik heb chow gegeten met kip, zuur en peper. Lekker, die sambal is echt lekker. Ja. Nou, dat was het. Destiny wacht op de room om haar te doen. Als oma is gekomen, dan gaat ze haar fixen. Dan is de girl ready voor de foto's. En dan gaat ze rond een uur of 9:45 wordt ze opgehaald. En dan gaat ze naar de bowlingbaan. Lekker bowlen. Nami. Birthday to you, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hier weer een bier en bier. Hoera! Hoe groot is Destiny geworden? Groot! En nu mag ze een wens doen. Destiny gaat blazen. Eerst blazen. Gaan we samen. Wacht, we moeten een wish maken. Yay! Wat is dat? Wat hebben we daar? Wat hebben we daar? Wat hebben we daar? Oh my god. Oh, dank u wel, tante. En je moeder. Dan komen we ook. Leuk. Mooi. Je hebt leuke kleurtjes, hè? Yeah. She is so happy. Oh, dat is echt leuk. Dat is echt leuk. Leuke kleurtjes. Er zijn echt leuke kleurtjes onderop. Oh, ja, yeah. Iemand gaat haken. Laat dat ding. Kijk. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Wow, for Yari.
guys. Nieuwe dag. With the mommy. Mommy doet er boodschappen. We zijn in de action. Ik wil jullie iets laten zien voor de mensen die van schoonmaken houden. Ono kom bij alle, maar ik ga jullie laten zien. Guys, kijk dit. Dit bedoel ik. Die sponsjes zijn leuk. Scrub daddy. Scrub mommy. Woensdag krijg je ook zo. Ja. En toen dat goed. Krijg dat goed, want dat komt voor ochtend die ouder. Weet je, ben je daar ochtend en nu? Guys, we zijn in een Chinese restaurant beland. We gaan soep eten. Mijn moeder schept zo op hoe lekker dat ding is. Hè. Ik ben zo benieuwd als het ook echt zo lekker is. Ik ga jullie sowieso laten weten als het echt lekker is. We hebben gekozen voor Fantasy Miso. Ik hoop dat het een fantastische dingen doet straks in mijn mond. Ik hou jullie op de hoogte. Ik laat jullie even mijn kaart zien. En voor de drank hebben we dit. Zo kom je weten. Zij de Itak eerst nee, in de Abi. Ja. Maar Abi. Gewoon wilde oom me geen plastic bestek geven. Hij heeft hoor, hij plaagde me gewoon. Ze hebben. Als je het niet vraagt, geven ze je gewoon wat ze normaal geven. Maar familiegevoelig. Dan de actie plastic bestek. Ja. Mami. Ma. Mijn moeder is ready voor de soep hoor. Ze kent het al, dus voor haar is het niets nieuw. Maar voor mij wel. Dus, I'm so curious. I'm so curious. Wish me luck. Mensen, look at the soup. Ik heb begrepen dat deze sambal te pittig is, dus ik moet uitkijken. But look at this. Oh. Wij gaan lekker eten, maar eet smakelijk. Enjoy your food. Thank you. Mensen. Mijn moeder had gelijk, die soep is echt lekker. Als je geen vlees eet, zou ik het je niet aanraden. Want ze zetten vlees. Of je geeft aan van wat je wel en niet erin wil, want je kan ook kiezen. Maar voor de rest is het echt wel een lekkere soep. We hebben genoten. En eerlijk, die gember van hier is ook echt lekker hoor. Ik ben trap zo mijn sering, maar ginger sweetie. Echt lekker. Zo. So, misschien zie ik een van jullie de volgende keer bij Asian Fantasy. Let's go. Enjoy your food als je een keer ervoor kiest om hier te komen eten. Er zijn genoeg tentjes hoor. Er zijn echt genoeg tentjes hier om te komen eten. Dus. Make your choice. Make a good one. Pick a good one. What up, what up? Je moet trainen. Mijn neefje mag geen grap hoor. Nee. Trainen, wanneer op een gegeven moment moet je trainen. Weer of geen weer. Hij mag geen grappen. Daar hou ik van. Gemotiveerd. Joey, ik ben nu al moe van die trap. Oei. Nee. Het is slechts een idee. Hoor je wat is het? Het is slechts een idee. Slechts een idee. Oh. Alles wat we van het weekend gegeten hebben, gaat eruit. Gewoon, het is gewoon wegbranden. Het is vandaag zondag. Het is niet zo druk. Dus
Weet je hoeveel oefeningen ik heb opgeslagen? Veel? Ja, heel veel. Oké, dan gaan we zo. Dus we gaan... Proberen. Ja, we gaan ze uitproberen. Ik neem jullie mee, tot hoever ik jullie mee kan nemen, want ja... We gaan allebei druk bezig zijn. Maar we gaan ons best doen om een beetje te vloggen. We zien het zo. Guys, we hebben besloten om te fietsen hier, hè? Dat is onze eerste afwarming, toch? Ja. Hey, kapowa! Dit is onze eerste oefening. Hoe lang gaan we dit doen, Julie? 10 minuten. 10 minuten? 10 minuten. Minimaal. Minimaal. Oké, ik volg jou. We gaan door. We hebben net gefietst. We gaan deze pakken. We wilden daarnet die andere doen. Met die squat oefening daar. Maar die man was weggelopen. Dus we wisten niet zeker wie daar stond. Maar goed, we pakken deze. Hoe heet het? Dip assist. Dip assist. We gaan het om en om doen. Je kan hiermee zeg maar ook mee squatten. Dus dat gaan we doen. Is het te licht toch? We gaan nu deze doen. Deze ga ik voor het eerst doen. Denk ik. Nee, de vorige keer had ik ook deze gedaan, maar een ander. Je hebt verschillende soorten van dit soort apparaten. Anyway, we gaan deze doen. Joey, jij gaat eerst. Kleine update van onze oefeningetjes. We hebben niet alles kunnen vloggen, maar we waren echt druk bezig. Ik bedoel, niet hier nu in aan meer? Nee. Nee, maar... helemaal. Hé, hey, is je zaak hè, als je niet zo'n neefje hebt? Een fanatieke neefje. Hij is fanatiek hoor. Hij geeft echt niet zomaar op. Ook al regent het. Ook al stormt het. Joey zegt gewoon we gaan. Ja. Hij zegt geen nee. Ik ben meer wat een bakker, ik hoop dat hij nee zegt. het werkt niet zo. Hij is gemotiveerd en dat geeft me de kracht om ook gewoon door te gaan. Zeker. En ik ben blij. Heerlijk, het is echt een fijn gevoel. Hey, je kan blijven kijken naar die Instagram models. Ja. Maar dan gaat het daarbij blijven. Hè? Alleen bij kijken. Je moet er echt iets voor over hebben. Anders ga je het niet halen. Maar harder voor werken. Je moet echt hard voor werken. Hè? Mensen, is geen grap. Hè? Is echt geen grap. Ja. Wanneer je die oefeningetjes zo ziet op Insta of Facebook of weet ik veel waar jullie kijken. Zou je denken van, dit is een makkie. Maar wanneer je bezig bent en je moet het steeds herhalen. Daar voel je het. Daar voel je wat is. Het is geen grap. Het is echt geen grap, maar het is wel een fijn gevoel. Ik zou zeggen, je moet ergens beginnen. Misschien wil je thuis beginnen, mag ook. Maar als je die stap gaat maken om naar de gym te komen, is beter. Want hier heb je echt ook heel veel apparaten. Je kan veel oefeningen doen. Soms ben je thuis ook lui, want ik heb dat ook. Dan denk je van, ik ga thuis doen. En dan komt er instant helemaal niks van. Denk van staan, weer een dag voorbij en niks gedaan. Als je in een dip zit, kan je het ook heel goed gebruiken. Maar iedereen is anders. Iedereen gebruikt zijn stressmoment anders. Dus. Maar blijf er niet te lang in hangen. Zoek een uitweg om er bovenop te komen. Maar ik ben blij met mijn neefje. Ik ben blij met mijn neefje. Ik ben blij met mijn neefje. Mijn neef is blij met mommy. Zeker wel. Mijn train. Nee, gewoon mensen. Ik kom beginnen. Het is nog zacht hoor. Minadoro Joey. Over een paar maanden kan ik dat ook doen. Doe het weer.
over een paar weken. Nee, maar we gaan gewoon door. We gaan relaxstoelen gebruiken. Joey in disco dance stoel. Ja, maar is niet erg. Ze doen wel wat, maar niet als wat hij gewend is. Precies, ze willen op wat lijkt. Het is nog niet wat het moet zijn. Maar ja, dat is geen andere keus. Maar we gaan het gewoon gebruiken. We gaan ze eerst gewoon maar wat net toesmagos doen. Ze zijn net klaar. Minogos not op this must hier. Dat gaan we niet doen. But guys, ik weet niet als dit het einde van mijn vlog is. En als dat het is, zullen jullie het zelf zien. En anders dan tot de volgende video. Bye!